Er zijn ook termieten. Er zijn sowieso knetterveel termieten. Er zijn echt knetterveel termieten. Ik heb ze niet geteld. Ik denk dat niemand ze geteld heeft. Maar er zijn knetterveel termieten. Misschien moeten we het hebben over altruïsme. Kijk, het is niet heel stoer om de sitcom Friends als voorbeeld te geven. Maar er is wel een aflevering met een mooi filosofisch vraagstuk. Joey zegt namelijk tegen Phoebe dat er geen selfless good deeds zijn. There's no unselfish good deed, sorry. En Phoebe zegt erop, ja jawel, dat is wel zo. En ze probeert dan gedurende de aflevering daar voorbeelden van te vinden. Maar die kan ze uiteindelijk niet vinden, dus Joey lijkt gelijk te hebben. Hij zegt namelijk, bij elke goede daad denk je aan het goede gevoel wat het uiteindelijk jezelf geeft. Dus als je iets goeds doet voor anderen, vind je het fijn dat andere mensen het fijn vinden dat jij het goed hebt gedaan. Yeah, it was a really nice thing and all, but it made you feel really good, right? Yeah, so? Well, it made you feel good, so that makes it selfish. Dus bestaat altruïsme niet. En heel lang heb ik gedacht dat het ook zo was. En misschien is het nog steeds wel zo. Maar je kunt ook zeggen van dat beide bestaan. Dus dat je zowel aan jezelf denkt als aan iemand anders. Dat kan natuurlijk ook. Mensen zijn toch gewoon, zoals we weten, primitieve wezens die willen overleven. Het is niet zo dat je altijd alleen kunt overleven als iemand anders niet overleeft. Maar mensen willen wel overleven, dus ze doen daar alles voor. Nou, we leven in een samenleving met andere mensen, dus het kan wel eens voorkomen dat je de strijd aan moet gaan. Misschien uiteindelijk op leven en dood. Inmiddels niet meer, maar misschien zit dat nog steeds wel ingebakken. Daarom zijn mensen egoïstisch. Maar tegelijkertijd willen mensen graag ook iets goeds doen voor bijvoorbeeld hun naasten of hun kinderen. Een heel simpel voorbeeld, en dan gaan we het hebben over geld, is dat ouderen geld sparen voor hun kinderen, zodat ze later, misschien als die ouders er al helemaal niet meer zijn, dat die ouder, of dat die kinderen het goed hebben. Nou, je zou kunnen zeggen dat dat altruïstisch is. Eigenlijk hebben die ouders extra pijn. Misschien moeten ze wel heel veel besparen op bijvoorbeeld basisbehoeften om voor die kinderen te sparen. Dat zou altruïsme kunnen zijn. Maar tegelijkertijd kun je ook argumenteren van ja, maar dat is dus omdat die ouders dan hopen dat hun kinderen die ouders liefde geven of blijken van liefde geven. Ik weet niet precies wat het antwoord erop is. Misschien zijn er drie opties om uit te kiezen. Dus of, zoals het karakter Joey zegt, altruïsme bestaat niet, omdat je altijd aan jezelf denkt. Of, altruïsme bestaat wel, maar alleen als je ook aan jezelf denkt. Dat er iets van psychologisch ego bij komt kijken. Of, optie nummer 3, altruïsme bestaat wel, maar alleen als je er zelf geen groot persoonlijk verlies bij hebt. Maar ja, kijk, dan kom je dus weer bij Soul in the Game. Neem je als individu een zeer groot persoonlijk risico met een kleine kans dat de groep voor wie je doet of waartoe je behoort daar baat bij heeft. Ja, waar zit dat dan op de schaal altruïsme en egoïsme? Want doe je dat dan ook, zeg maar, een soldaat die vecht voor zijn land of een stad die moet beschermd worden van indringers? De soldaten die als eerste de stranden bestormden bij D-Day, doen die dat omdat ze dan hopen dat ze later een onderscheiding krijgen en vooraan mogen parkeren in bij een Amerikaanse shoppingmall in de jaren 70?
Doen ze het daarom? Ja, ik denk het niet. Sommige termieten. Ja. Echt heel weinig termieten eigenlijk. Tenminste, als je het vergelijkt met alle termieten dan. Hè. Heel weinig termieten. Die kunnen eitjes leggen. Alleen de koningin kan dat. En die doet dat dan knetterlang. Jaren achter elkaar. En de rest van die termieten, ja, die doen eigenlijk alles om ervoor te zorgen dat die koningin knetterveel eitjes kan leggen. En dat die kolonie dus veel groter wordt. Ja, moet zij weten. Maar goed, wat hebben die termieten daaraan dan, die niet die koningin zijn? Waarom zouden ze zichzelf opofferen om hard te werken, helemaal zo'n ding te bouwen, voedsel te verzamelen, als ze zich niet kunnen voortplanten? Dan zeg je waarschijnlijk, ja, de selfish gene. Ze willen dat de genen doorgaan naar de volgende generatie. Ja, klopt. Dat is misschien ook wel zo. Maar daarmee hebben we wel direct altruïsme bewezen. Er bestaat altruïsme. Iets doen waar je zelf niet zo heel veel aan hebt, zodat iemand anders, of het nou een termiet of een mens is, daar baat bij heeft. Nee. Mijn voorlopige conclusie is dus, altruïsme bestaat, maar in heel veel gevallen gaat dat gepaard met egoïsme. Maar in heel veel gevallen is dat niet erg, want dat is nou eenmaal hoe mensen werken. Ze werken samen met anderen, je doet dingen voor anderen, anderen doen dingen voor jou. Dat versterkt een band. Die band is goed, omdat dat dan samen de soort overleeft. En waarom dat goed is, dat is een ander filosofisch vraagstuk. Maar het is goed dat de soort overleeft, omdat het goed is dat de soort overleeft. Als er nou soorten waren die het niet belangrijk vonden om te overleven, ja, dan bestonden die niet, want die overleefden dan niet. Snap je? Ja, maar snap je het ook echt? I just gave birth to 3 children and I will not let them be raised in a world where Joey is right.